Ik ben Ad Kamper, ik ben internist ouderengeneeskunde en werk sinds 2007 in Isela. Ik heb voor de ouderengeneeskunde gekozen omdat ouderen mij ontzettend boeien en dat ik denk dat de zorg voor deze groep mensen duidelijk verbeterd kan worden. Het allermooiste van het werken met ouderen is dat deze mensen een duidelijke levensvoorgeschiedenis hebben die mij interesseert en die mij ook helpt in de besluitvorming voor het verder helpen en om hun kwaliteit van leven te kunnen verbeteren. Ik benader mijn patiënten zo open mogelijk en wil hun de vraag ook stellen van wat vindt u het meest belangrijke om het tot het einde van het leven, wat wilt u daarbij bereiken en hoe wilt u dat bereiken? Waar staat u en wat is voor u kwaliteit en wat heeft u daarvoor nodig? Dat kan je voornamelijk voor deze categorie mensen bereiken door zowel met hunzelf in gesprek te gaan als met hun familieleden om te zeggen van wat zijn de voor- en de nadelen van bepaalde behandelingen en hoe wenst u dat naar de toekomst toe?